Ik wilde speciaal deze video maken voor je, want dit is geen pakketvloer. Dit is een zelfklevende kunststofvloer. Dus dit is geen pakket, dit is geen hout, dit is kunststof. En het is gewoon ook zelf plakken. Veel merken, maar deze is wel echt bijzonder. Echt. En ik weet zeker dat er een hoop kenners, semi-kenners zijn, die dit gewoon niet onderscheiden van houten vloeren. En je ziet dat het gewoon inclusief bies is. Dat kun je gewoon leggen. Visgraat, motief. En dit zijn ook echt naden. Dus dat zie je heel vaak niet. Maar hier dus wel. Dus de zelfklevende kunststofvloeren, die zijn echt in opmars. Er zijn hele mooie oplossingen mogelijk. En ik denk voor heel veel mensen eigenlijk een goede oplossing. Terwijl ze eigenlijk niet eens weten dat dit echt zo bestaat. Het mooie is dat je het heel simpel kunt leggen. Kun je gewoon zelf doen. Het is echt helemaal watervast. Dus het kan zelfs in een badkamer. En uiteraard ook in de keuken. Het voelt ook warm aan. En ik moet zeggen, ik heb er ervaring mee op mijn blote voeten. En het voelt in mijn ogen gewoon even warm aan als hout. Makkelijk een onderhoud. Dit kun je natuurlijk gewoon schoonmaken. Er kan gewoon water overheen om het goed schoon te maken. Heel kras. En gewoon schadebestendig is ook als je huisdieren hebt. Het is ook een beetje geluiddempend. Niet zo erg als echt hout, maar het is toch geluiddempend. En je kan het op iedere oppervlakte gewoon aanbrengen. Dus ook in appartementen, ook op zwevende dekvloeren. En nogmaals, helemaal watervast. Dus dat is wel echt een van de grootste voordelen. Maar goed, ik zal alle verschillende kunststofvloeren naast elkaar zetten. De voor- en de nadelen. De prijzen natuurlijk, zodat je echt een overwogen keuze kunt maken in kunststofvloer. Maar goed, natuurlijk niet omdat ik er eentje heb laten zien. Dit is zo'n kunststofvloer. Dit is de plakband. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar dit is echt, het plakt echt hard. Ik durf echt niet zo met heel de vinger op te leggen, want dan komt het gewoon bijna niet meer los. Dat is echt wel echt plakvast, dus dat gaat echt niet bollen of zo. Maar de dikte, je ziet het. Je hebt in verschillende diktes, maar dit is een kwestie van millimeters vaak. Dus je wint ook nog eens een klein beetje plafondhoogte mee. Dus een hele mooie oplossing voor in heel veel woningen. Vrijstaande woningen, appartementen. Ook dus gewoon badkamers. Dat vind ik echt veel mooie oplossing. Maar goed, nogmaals, ik zal de link onder de video zetten met alle verschillende kunststofvloeren. En zodat je zelf een keuze kunt maken, zie je ook de prijzen naast elkaar staan.